Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag en wel 11 augustus. Een dag na het feestje van Karin. Ja, en ik had uitgeslapen. Ik ben nog niet zo lang beneden. Maar ik kom met Frodo naar beneden en dan zie ik een heel bekend autootje rijden. Dat ik kijk nog een keer en keer de parkeerterrein op. En wat ziet mijn ogen? Ja, ik zag het goed, want daar is ze, onze enige echte Corrie. Dag schat. Goedemiddag. Ik ben net op tijd, anders had je nog boven geweest. Toch? Ja, nou, hartstikke fijn. Ik zag het dus goed, mijn ogen bedrogen mij niet. En ik zei al tegen Frodo, schiet op, want tot de Corrie komt eraan. Dus ik moet die poort open hebben. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar het duurde maar lang en was het een hallucinatie van mij? Maar nee, ze zat haar haar in het gelid te brengen. Ja. Ja. Nou, maar ik ben blij dat ze er is. We zitten aan de koffie. Ik heb nog een broodje, want ja, ik moet nog eten. Maar we zitten in ieder geval gezellig aan de koffie en we gaan dat verder gezellig maken. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, en toen zaten we hier zo lekker te praten met de tweeën, Corrie en ik. En toen ging de poort weer open. Komt er nog eentje binnen gesjouwd. Ja. Ja, wie denk je? Astrid. Omdat ze morgen niet kan komen. Ja, vakantie is voorbij, dus ze had dus morgen weer gekomen. Maar ja, dat ging niet door. Door omstandigheden. Droevige omstandigheden wel te verstaan. Heel erg. Dus we zijn met z'n drieën zijn we de hort op gegaan. Ik heb Corrie. Die de 3D paint, street paint laten zien. Vond ze geweldig, of niet dan Corrie? Jazeker. Yes. Ja, zeker. Maar ik heb vorig jaar ook gezien. Ja, maar dat was het oude, dit was nieuw. Ja, het was dit heel mooi. Dit was nieuw. Dus ja, ze vond het heel mooi. Dus. En we hebben lekker een bakje koffie gedronken in de stad. Corrie die wou trakteren, die wou geld opgeven, dus ja. Die geld heeft, geeft het uit. Dus, en dan zijn we weer thuis. Astrid die is naar haar eigen huis weer gegaan. En wij gaan nou nog wel lekker een bakje koffie doen. Dus ik zeg, geniet ook nog verder van jullie dag. En ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, en ik zit weer alleen. Ook Corrie is weer weg. Haar kopje staat er nog. Die is net weg, ja, met de auto weer richting Lisse. Dat ik hoop dat ze wel een goede reis heeft. Maar ja, één probleem. Ze zal nooit niet opbellen van om even te melden dat ze weer thuis is. Nee, dat vind ik eigenlijk wel weer jammer. En het is altijd een verrassing wanneer ze komt, want ze belt je niet op van ben je thuis? Nee hoor. Ze komt gewoon op de Bonnefoy, beden niet, het is pech. Gaat ze een blokje door de stad heen en ze gaat hier kijken, daar kijken. En dan komt ze nog weer eens een keertje bij je deur, beden dan nog niet, ja dan pech. Dan gaat ze gewoon weer terug naar huis. Ja, dat moet ze helemaal voor zichzelf weten, ik vind het een beetje jammer. Want ja, ik ben graag thuis als dat lieve schatje komt. Ja, want ze is echt een geweldig lief mens. En ik hou van haar, ja, zoals ze is. En de poesbeestjes die hadden net even nog laatste restje eten opgegeten van vanochtend. Of tenminste vanmiddag, van tussen de middag. Ze krijgen straks weer en ik zal zo meteen ook even nog een broodje nemen. En ik ben moe, ik heb hoofdpijn, ik heb pijn in mijn rug. Het zal ook door het weer komen. Want ja, buiten, we zaten op een terrasje buiten ergens. En het waaide als ik weet niet wat. En het zat me te rukken aan de booster ook. Het was niet prettig zitten, nee. Maar ja, wat doe je eraan? Je doet mee, je weet, ja, het is gewoon verder wel. Ik word hier gek van een beestje. Ga heen, even menigvuldig je. Maar oké, in ieder geval, het was wel eens heel gezellig. En Astrid die kwam dus omdat ze morgen niet kan komen. Nee, ze moet naar, met haar zoon mee. Aan een maatje van hem.
De laatste eerbewijzen. Ja, die is dodelijk verongelukt en dat op werk door een grasmaaier. Ja, lekker hè. Dus ja, hij was ook niet meer aantoonbaar. Dus ja, die wordt morgen dus zijn laatste reis gedaan. Te jong, te vroeg, 25 jaar. Iets, ja, dat mag gewoon niet gebeuren, zulke soort dingen. Maar oké, wat doe je eraan? Twee keer niks. Ik in ieder geval niet. Maar het is wel erg. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is wel prachtig mooi weer. En goed, ja, je waait hier zo wat uit elkaar. Je moet je goed staande weten te houden. Want je legt zo om. Ja, het waait nog steeds knap hier aan de kust. Maar oké, ja, en ook dat zwemmen, dat is dus niet doorgegaan. Want anders was ik daar even goed doorheen gegaan. Dan had ik Corrie wel gezegd, je moet met de auto die kant op rijden. En dan had zij ook al gekomen, ja. Maar het ging niet door, dat kreeg ik gisteravond laat pas te horen. Vanwege het weer natuurlijk, hè. Het is te gevaarlijk om... het is wel 4 kilometer wat je overbruggen moet. Maar het is zee. Je hebt die onderstroming, je hebt de bovenstroming. En ja... Om dan met dit weer te zwemmen, dat is vraag aan de moeilijkheden. Dus het is uitgesteld naar andere week. En dan hoop ik dat het dan wel knap weer is. Want ja, wij gaan er dan ook heen. Dus dan neem ik jullie gewoon weer mee. Ja, simpel zat. Maar dat merken we wel andere week. Zover is het nog niet. Nog een week te gaan. En dan wachten we het mooi af. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit maar weer bij het raam, want in de kamer wordt het al aardig wat donkerder, dus ik heb beter even bij het raam gezeten. Ik wens jullie natuurlijk een hele fijne avond allemaal. Geniet daarvan met elkaar of zonder elkaar. Ja, als je alleen nog bent, hè, dan is het zonder een ander. Maar je kan even goed genieten van je avond. Ja, of je nou alleen nog bent of niet, je kan genieten. En ik zou zeggen, geniet maar. Doe ik ook. Van mijn diertjes. En van mijn dingetjes. Ik heb weer een filmpje gerenderd. En die is alweer naar YouTube. Dus dat kan ik ook klaarmaken verder. Ik heb de hele lange grote vlog van gisteren bij Karin op haar verjaardagfeest. Heb ik in drieën gesplitst. Dus drie dagen achter elkaar kennen jullie van haar. Tenminste van die dag genieten, de heenreis. Toen heeft zij mij opgehaald en dan haar verjaardag, de cadeautjes uitpakken, etc. En de terugreis heeft Roderick mij weer teruggebracht. Hield ik jullie ook van alles op de hoogte, dus ja, daar kunnen we hier lekker van gaan genieten, ja. Dat, maar voor nu, ik zou zeggen, een hele fijne avond nogmaals. Voor straks, als je naar bed toe gaat, wel trusten en mooie dromen. Denk erom met het weer, als je er nog uit moet. Het waait als een tierenlier. We krijgen slecht weer, het is meer herfst dan zomer. En Frodo loopt ook heen en weer te dentelen, die weet ook niet wat hij moet. Kandalf, die zit buiten op de picknicktafel, die wou er niet in, nou dan maar niet. Ja, moet hij weten. Als hij voor de nacht maar binnen is, vind ik al het best. Maar in ieder geval, komende week krijgen we het met een slecht weer te maken. Dus ja, pas erop. Dat er, een ongeluk zit maar in een klein hoekje, weet je. Dat, ja, denk er goed om. Heen de auto, hou hem tussen de lijntjes. Kijk uit, hou afstand. En met fietsers, brommers, etc. net zo goed. Ja, ook lopen, je moet uitkijken, vooral ja... Als het net zo hard tekeer gaat dan de afgelopen 2 dagen nou is gegaan. Denk om dakpannen, takken, zoals een blaadje kan zeer doen als dat in je gezicht terechtkomt. Dus wees voorzichtig en hou rekening met elkaar. Doei doei!